Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Diva Makelaars. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook Live uitzending van de woning aan de Charlottestraat, nummertje 4A. Een woning gelegen op de eerste etage in een keurig verzorgd appartementengebouw. In het pittoreske Wassenaar. Ik ga jullie heel eventjes naar buiten laten zien. Charlottestraat is een rustige straat. Wel zijn er een aantal sportvelden daarachter gelegen. Dat betekent dat er in het weekend nog wel eens wat activiteiten zijn. Maar dit appartementengebouw is heerlijk rustig. Het appartement is gelegen op de eerste etage, dus niet de begane grond, maar op de eerste etage. Voldoende parkeergelegenheid voor de deur. Een berging. En we gaan de woningen van binnen bekijken. Het is een actieve vereniging van eigenaren. Het appartementengebouw is voorzien van een afgesloten portiek. Tevens voorzien van een lift. Dus zowel voor starters als senioren is deze woning toegankelijk. Nou, keurige lift. Maar deze sportieve makelaar gaat de trap nemen. Een paar treetjes naar boven. En dan komen we uit bij appartement nummertje 4A. Gelegen dus op de eerste etage. Meters hebben ze op de overloop gemaakt. We hebben 5 groepen. Aardlijk schakelaar. We hebben slimme meters. Het ziet er allemaal keurig in het chat. Entree bij nummertje 4A. Het is een lekker compact appartement. Heerlijk licht. Met een zonnig balkon. Wat ook fijn is dat hij zijramen heeft. Dus woonkamer. Open keuken. Dan een lange gang. Met aan het einde 2 slaapkamers. Daarvoor de deur naar de badkamer. De deur naar de wasmachineruimte. En om het hoekje zit het toilet. Het is ruim 70 vierkante meter. We hebben linoleum op de vloer. Door de hele woning. En we zijn net binnengekomen door deze deur. En dan loop je dus direct de woonkamer binnen. Veel lichtinval. Voldoende plek voor een ruime zithoek. Grote eettafel. En dus een nette, open, witte keuken. Het is helemaal zo vrij wit. Jean de Bouvry had het gedaan kunnen hebben. Vaatwasser in de hoek. Voldoende kastruimte. Gaskookplaat. Overtje. Daaronder de koelkast. En echt voldoende ruimte. Nog een draaikarousel erin. Keuken ziet er keurig netjes uit. We hebben mechanische ventilatie in het gebouw, maar ook voor mijn afzuigkap die eronder zit. Ja. Die zit helemaal daar weggewerkt. En dat doet het ook, want er slaat gelijk aan. Ook hier linoleum dus op de vloer. Een zonnig balkon aan de voorzijde. Is lekker ruim. Het is wel fijn dat je voldoende parkeergelegenheid hebt hier zo. Nou, zomer ziet het er natuurlijk allemaal heel anders uit met al die bomen. Maar het is in ieder geval heerlijk rustig. En wat het leuke van dit appartement is dat je eigenlijk binnen 10 minuten in Den Haag zit. Binnen 10 minuten zit je in Leiden. En het is echt super centraal gelegen.
onderhoud is prima hier in het gebouw. Het gebouw is van 1999. We gaan de gang door. Dan komen we bij de eerste deur links. Dat is de deur richting de wasmachine. Ook de cv-ketel hangt hier zo. Dus dat is allemaal keurig netjes. Deur daarnaast de badkamer. Lekker wit. Lekker strak. Bad erin. Wastafeltje. Dan hebben we twee deuren. Dat zijn twee deuren naar de slaapkamers. We hebben twee slaapkamers. Alleen het is wel bijzonder opgelost hier zo. Maar voordat we dat doen, laat ik jullie heel even nog het toilet zien. Die zit namelijk hier zo. Zwevend toilet, fonteintje. De grap van de slaapkamers is dat ze... Nou, laat ik eerst beginnen bij gewoon de slaapkamer. Het is een grote slaapkamer. Voldoende ruimte voor een tweepersoonsbed. Hierachter hebben we zicht op de bergingen. Er zit een ruime berging bij, zo'n 4 vierkante meter. En deze slaapkamer, daar is een deur gemaakt naar de andere slaapkamer. Nou, die kan je natuurlijk heel eenvoudig weer dichtmaken. Maar deze bewoonster had van deze kamer zeg maar een soort bergkamer gemaakt. Met een grote kastenwand erin. Maar op het moment dat je dus die kastenwand eruit haalt, dan kom je dus gewoon bij de deur aan de andere kant. Dus deze kastenwand hier is heel eenvoudig eruit te halen. Nou, vind je het fijn om een grote kastenwand te hebben, dan laat je hem lekker zitten. Maar wil je gewoon een extra tweede slaapkamer hebben, de deur zit erin, de kozijnen zitten erin. Je maakt één wandje dicht en dat is dan dit wandje. En dan heb je een tweede slaapkamer. Dus dit is dan die deur. Nou, dan kan je dus gewoon rechtdoor lopen. Oink, die slaapkamer in. Dus afhankelijk van uw wensen kunt u het gewoon aanpassen. We gaan vandaag beginnen met de bezichtigingen. De brochures daarvoor liggen klaar. Maar mocht u naar aanleiding van deze live video de woning ook willen bekijken, bel dan even naar kantoor 070-448-3150. 070-448-3150. Ik ben hier namelijk aanstaande zaterdag nog een keer. En dan kunnen we eventueel, als er nog ruimte is in de agenda, een afspraak maken voor aanstaande zaterdag. Goed, mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Diva Makelaars. Bedankt voor het kijken. Wie weet, tot ziens.